Ja? Is dat wel eerlijk? Verrassend. Ja. Dit was zo eerlijk zijn. Dit is zo'n harde date. Max, wat vind jij stom aan mij? Hallo lieve mensen, ik ben Marije en voor degenen die hier nieuw zijn, ik doe al 3,5 jaar inmiddels experimenten op YouTube. Vandaag begin ik met een week lang niet liegen en ik heb werkelijk geen idee of dit een interessant experiment gaat worden, maar weet je, soms moet je gewoon iets proberen om erachter te komen of het werkt. Net als met koken en seks. Deze week ga ik dus proberen geen enkele leugen te vertellen en hoewel ik mezelf als een eerlijk persoon zie, denk ik dat het nog best wel eens moeilijk kan worden. Let the games begin! Zo, wij zijn op roadtrip. Alles buiten de ring is roadtrip voor ons. Voor ons. We gaan namelijk op bezoek bij Dylan en Marit en daar heb ik zin in, dat lieg ik niet. Dit is voor niet liegen? Ja. Doe alleen jij aan mee, toch? Ik ben een heel mooi meisje. Nou, ik vind ook wel dat je mij eerlijk moet antwoorden eigenlijk. Ja, dat kan je best vinden. Ik heb wel heel veel zin om naar Dylan en Marit te gaan, maar we daar even niet lullen. Max, wat vind jij stom aan mij? Hoe lang wordt deze video? Het stomste aan jou, en dat is misschien wel het enige wat ik minder leuk aan jou vind, stom is een veel te sterk woord, ja, is dat jij altijd de neiging hebt om mijn vraag met een wedervraag te beantwoorden omdat je niet wil kiezen. Ja, maar dat is alleen maar de laatste tijd. Niet toelichten. Je stelt een vraag, okay. Gewoon accepteren. Okay. Dat is alleen maar de laatste tijd, de laatste 6, 7 jaar. Nou, dat is niet waar. Even voor de duidelijkheid mensen, de afgelopen jaar... De afgelopen jaar. Als je kampt met wat burn-out klachten, dan is het heel gebruikelijk dat je het heel moeilijk vindt om dingen te kiezen. Om keuzes te maken. Dus dat daar een... Daarom was het een bende bij die gangbang laatst. Oké, over en sluiten. Nou, we zijn weer thuis. Zoals je hebt gemerkt heb ik niks gefilmd. Ik ben het compleet vergeten. En normaal vind ik dat altijd stom als mensen dat doen. Dat ze dan zeggen, oh, we gaan allemaal leuke dingen doen. En dan laten ze niks zien. En dan volgende shot zijn ze het alweer vergeten dat ze dat hadden gezegd. Klein geheimpje van mij. Het lijkt alsof ik kleren aan heb, maar... Max, heb ik nog leugens verteld vandaag? Niks waar ik op je kon betrappen in ieder geval. Nee toch? Ik zat ook wel echt na te denken van... Ben ik wel constant de waarheid aan het vertellen en dit en dat en... We hebben het ook wel over geld en cijfers en zo gehad, maar... Ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zeg dan de werkelijkheid. Het klinkt zo saai of zo. I don't know. Nou, ik ga hier even over slapen. Welterusten. Hoi Marije. Hoi Nicole. Lieg jij wel eens? A little white lie? Nee. Zo. Een leugentje, eigenlijk best wel denk ik een white lie. Hoe zeg je dat in Nederlands? Ik kan heel slecht liegen. Dus mensen hebben dat door, gelijk ook. Misschien heb ik soms dat ik het niet nodig vind om alles te vertellen. Maar dan bij jou wel, maar soms ergens ben denk ik... Iets weglaten. Ja, of dat ik denk, nou is het relevant om dit nu te zeggen? Nee. Well, good morning. Ik heb deze story net online gezet, omdat ik dacht... Ik ga even vertellen dat ik dit experiment ga doen deze week. Het is natuurlijk een perfect moment voor mensen om vragen te stellen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat als ik een vraag niet wil beantwoorden, ik dat gewoon niet doe. Maar oké, hè, leuk. Compleet unrelated, maar mensen vragen altijd om kit en content. Dus hier is Ramon. Ramon is echt zo lief. Echt niet normaal. Ja, nu wil ze niet, maar ze is echt heel lief. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo. Waarom zet ik zo'n wielstemmetje op? Ja, voor als je nieuw bent. Ik heb 5 katten. Oh, dingen vallen. Oh, hallo, kan je me horen? Ik heb een drukke dag gehad. Ik ben net bij een chiropractor geweest voor een intake. En daarna had ik een meeting met de correspondent.
En nu heb ik eigenlijk nog iets. Maar ik heb eigenlijk gewoon niet zoveel zin en niet zoveel energie. Dus normaal gesproken had ik dan misschien wel gezegd van dat ik het niet zou redden in verband met mijn meeting of zo. En nu ga ik eerlijk zijn. Dus ja, maar dat kan gewoon. Soms heb je gewoon niet de energie. En het is gewoon niet heel belangrijk en niet heel, ja, gewoon niet heel urgent ook. Dus dan moet dat kunnen. Dan moet je voor jezelf kiezen en voor je eigen lichaam en gemoedstoestand. Nou, ik ben toch nog naar een ander event gegaan. Event van Instagram en Facebook. Facebook, niet zo interessant. Instagram, wel interessant. Dan kun je natuurlijk afvragen of je wel eerlijk bent naar jezelf. Daar komen we later nog wel op terug, denk ik. Hallo, ik ben bij Noeska. Noeska kennen jullie misschien al van andere video's. Noeska is mijn mindcoach. Als je haar nog niet volgt op Instagram, moet je dat eventjes doen. Hier is een link. Ze post echt super veel interessante dingen. Hi Noeska. Hallo. ik had even een vraag voor jou, want... Stel, nee, ik ga even vanuit mezelf praten. Ik heb een afspraak en ik ben moe of ik heb geen zin en ik ga hem afzeggen. En vervolgens zit ik daar dan waarschijnlijk de rest van de avond mee. Wat zou jouw tip zijn voor diegene waar die over na, voor mij, waar je dan over na kan denken en waar je mee aan de slag kan? Ik merk dat er heel veel oordeel is op als we een keer geen zin hebben. Terwijl geen zin eigenlijk een hele fijne raadgever is. Dus probeer geen zin als raadgever te zien van... Hey, volgens mij mag ik even naar mijn flow kijken. Hoe zit ik erin vandaag, deze week? Misschien merk je dat je onrustig bent, veel in je hoofd zit, pijn in je lijf hebt. En geen zin geeft aan dat de dingen die je bedacht hebt niet helemaal daarbij passen. En dat je dat mag gaan herzien. En als je dat dan doet, dan kan je ook de rest van de week of de rest van de maand inrichten die wel bij je flow past. We kunnen niet altijd pieken en dat willen we wel. Ja. En vaak geeft eigenlijk geen zin aan, volgens mij mag je weer even vertragen. En even wat meer me-time nemen, even wat meer stilte opzoeken, even wat meer nee zeggen. Ja, het enige advies blijft, luister naar die flow. En dan, als ik zeg maar een paar keer heb afgezegd, of dat ik afzeg omdat ik moe ben, dan voel ik mezelf dus een slappeling. Wat zou je advies daarin zijn? Nou, toch onder de loep nemen wat je van jezelf verwacht. Dus wie denk je te moeten zijn? Iemand die altijd kan, iemand die nooit moe is. Daar zitten overtuigingen en het is heel fijn om die helder te krijgen, ze op te schrijven, maar ook... Dan vervolgens even heel bewust van te worden van, hoe realistisch is dit? Wat verwacht ik van mezelf? Zit ik op het kaliber robot of mens? Gewoon onrealistisch eigenlijk. Ja, het is heel onrealistisch. Zeg jij altijd eerlijk of leugentje om best wil mag best? Leugentje om best wil mag best. Maar soms willen we eerlijk zijn omdat we zelf die behoefte hebben. En is dat helemaal niet per definitie heel prettig voor de ander. Dan willen we van ons schuldgevoel af en gaan we heel iets eerlijk zeggen. Mm-hmm. Waar de ander eigenlijk helemaal geen boodschap aan heeft. Dat zie ik heel veel in relaties gebeuren. Kijk juist heel erg naar jezelf. Waarom heb je moeite met eerlijk zijn wat er speelt? Eerlijk naar jezelf zijn? Ja, want het gaat niet om eerlijk naar de ander. Je bent dan eigenlijk niet eerlijk naar jezelf. Dus want je vindt of je denkt dat moe zijn geen goed excuus is, dus ga je iets anders verzinnen. En dat is dus echt eigenlijk de strijd die je voert met jezelf. Vraag is af, waarom heb je dat leugentje voor best wel nodig? Omdat moe zijn geen goed excuus is? Why not? En dat is een mooi om op af te sluiten. Oh, sorry. Ik had niet door dat je er al was. Ik ben dus mails aan het bijwerken en dingen over betaalde samenwerking en zo. En tot ik dus denk over eerlijkheid en influencer marketing. Daar gaat natuurlijk ook nog niet echt alles even clean. Er zijn denk ik genoeg influencers die betaalde samenwerking aangaan met producten die ze misschien nog nooit hebben gebruikt of helemaal niet per se echt fan van zijn. En daar hoor je vaak over. Er zijn ook heel veel gevallen natuurlijk waar het wel goed gaat en daar hoor je wat minder vaak over. Maar voor mezelf in ieder geval probeer ik wel heel erg... Furby...
probeer ik wel heel erg gewoon echt eerlijk en oprecht te zijn. En alleen producten iets mee te doen waar ik echt helemaal achter sta. Zoals je misschien merkt, heb ik ook helemaal niet heel veel betaalde samenwerking. Omdat ik gewoon, ja, er zijn ook geen 1000 merken die ik vet tof vind. Dus ja. Maar nu heb ik er dus wel eentje. En dat is heel leuk. Dit is geen shout-out of zo. Maar ik heb dus nu een samenwerking met Parodontax. En dat gebruik ik dus ook echt al 9 jaar. Dus dat vind ik ook gewoon heel tof. Dan klopt het gewoon. En ze hebben nu een heel mooi nieuw product. Nou goed. Het is in ieder geval interesting thoughts. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. En of je, ja, hoe jullie daar tegenaan kijken. Vind je dat, denk je dat het nog steeds vaak gebeurt? Of heb je, geloof je inmiddels wel in de authenticiteit van sommige influencers of content creators? Hallo, ik ben vandaag bij de boekpresentatie van Teske. En hoe toevallig dat dit ook best wel heel erg over eerlijkheid gaat. Ik ga het je even laten zien. Kijk, let niet op mijn nagels. Nou, dat ga je nu natuurlijk doen. Een zeldzaam ode aan eerlijkheid in de YouTube-generatie. Oproep om trouw te blijven aan jezelf. Verder niet meer gefilmd, want ik wilde er niet storen. Maar heel, ja, het was heel cute. Cute. Anyways, dit is trouwens ook nog wel een interessante kwestie, want wat zeg je als iemand zijn werk of zo laat zien, of iets wat hij heeft gemaakt? Ben je dan altijd eerlijk? Want ik, even gerelateerd nu aan Teske's boek, maar ik heb het niet gelezen, dus ik heb er nog geen mening over. Maar zeg je het als je iets wat iemand heeft gemaakt helemaal kut vindt? Of bespaar je dan toch zijn gevoelens? Of zeg je dan een beetje half? Of zeg je dan, het is niet voor mij? Of zeg je dan, bijzonder? Laat me even weten in de comments wat je daarmee doet. Ik heb dus gisteren iets heel grappigs meegemaakt. Ik demonstreer even het grappige deel van... Nou, je niet mag liegen. Oké, okay, ik heb dus een cadeautje gekregen van een vriendin. Net voordat ik wegging, het was een aardigheidje. Ze zei van pak thuis maar uit en voilà. Dus ik dacht, het is altijd vet leuk om te zien hoe iemand reageert als je een cadeautje hebt gegeven. Dat is het leukste van een cadeau geven. Dus ik mezelf filmen terwijl ik het thuis uitpak gisteravond. En toen was het dit. Een kattentheepot. Wat fantastisch is natuurlijk en ik helemaal geweldig vind. Maar toen kwam het dilemma, want ik heb deze al. En toen dacht ik heel even, ik ga zeggen van oh gewoon heel erg leuk en fantastisch. Maar toen bedacht ik me mijn challenge. Oh god. Oh my god. Dit is echt geweldig. Maar aangezien ik deze week niet mag liegen, misschien heb je gezien dat ik een experiment heb gedaan. Ik heb deze al! Dus ik heb dus besloten om te zeggen van, nou echt geweldig cadeau. En zo geweldig dat hij bij mij past, dat ik hem dus al heb. Wat zou jij doen in dat geval? Ik eet ondertussen even chocoladepasta met knispers heb ik. Er is geen downside aan te zeggen, hey, precies wat jij net gedaan hebt. Te gek. Zo te gek. De mensen zijn toch dan bang om je gevoelens te kwetsen. Ja, maar dat is dus niet zo. Ik geloof het niet. Dus jij zegt het gewoon altijd in. Ja, je mensen geven toch een cadeau met het idee dat je daar blij van moet worden. En dat je daar blij mee bent. En de beste manier is dan toch dat daar eerlijk over te zijn. Ja, eens. Ah, nee. Okay. Nou, blijkbaar is het echt super makkelijk issue. Laat maar. Kijk eens wie daar is. Hallo. Het is Bonnie. En het is Bonnie. The one and only. Wij hebben vandaag een video opgenomen voor Bonnie's kanaal. Het heet Kringloopkwartier. En ik vind het te gek, want daarmee laten we zien hoe leuk het is om in de kringloopwinkel te shoppen. En hoe slecht wij elkaar smaak kennen. Het was heel erg. Dat moet je zien op haar kanaal. Waar komt het later? Ja, over een paar weken ongeveer. Ik neem even vooruit op. Oké, top. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik vond het echt leuk dat je meedeed. Ja? Is dat wel eerlijk? Heel verrassend. Ja, dat is heel eerlijk. Ja? Ja. Echt leuk? Ja, echt leuk. Oké. Wat? Je vond het heel verrassend?
Ja, zeg maar, ik had niet echt verwachtingen. Ik dacht, wat is nou precies jouw stijl en wat ga jij voor mij uitkiezen? Maar we zijn allebei heel eerlijk geweest in onze review. Dat is wel waar. We hebben allebei wel niet gedaan. Ja, wel echt super leuk. Maar we zeiden allebei wel echt van, ja, dit zou ik niet dragen. Ik ben wel eerlijk geweest. Ik heb daar niet eens over nagedacht. Maar ik ben gewoon eerlijk geweest, inderdaad. Ik ook. Gewoon eerlijker dan ik denk. Oké, top. Ik denk alleen dat je wel mag liegen om... Als je echt denkt dat je andermans gevoelens heel erg kwetst. Ik vertel eerder mensen te veel. Dat ik echt ja, denk... Ja, precies. Okay. Jij bent te eerlijk. Nou, dat zou ik niet eens willen zeggen, maar gewoon meer een soort van flap. Ja, misschien te open. Dat is denk ik beter. Gewoon dat ik denk, ja, dit hoef je ook niet te zeggen. Als je iemand echt geen pijn wil doen, als je weet dat het op dat moment iemand zo'n pijn gaat doen om dat te zeggen, Martijn, denk ik. Meteen dat je mag liegen, een leugentje mijn eigen best wel, wanneer het bijvoorbeeld... fijner is voor de andere persoon. Okay. Ja, ja. Als het een beetje gaat om onbenullige dingen, denk ik. Je leugentje om eigen best wil, maar ja, wanneer is dat? I don't know. Ik ben meestal wel gewoon eerlijk eigenlijk. Als je iemand echt advies wil geven en oprechte mening wil delen, dan ben ik daar wel altijd zo eerlijk mogelijk in. Maar als het dus een beetje over die onbenullige... Nee, dat klinkt lullig. Dat doet mij niet veel. Onderkind TV. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat een leugentje om bestwil best mag. Dat we dat allemaal wel vinden. Maar dat het misschien meer een leugentje voor de ander zijn bestwil is. Maar de belangrijkste take-out is denk ik dat je vooral eerlijk moet zijn naar jezelf. En dat we dat misschien stiekem wel te weinig doen af en toe. Dus ik hoop dat ik je in ieder geval heb geïnspireerd daarover na te denken. Wil ik je nu bedanken voor het kijken. Mwah.